Die man heeft hem gewoon kapot gemaakt. Ja. Hij was schijnbaar gelijk overleden. Gelukkig wel. Op het moment dat je iemand zo toetakelt, er zit ergens een enorme kortsluiting boven. Dat kennen ze elkaar allemaal. Hier tussen die boerendorpen. Wat is er echt inderdaad in het hoofd van de dader omgegaan?